We leven in een wereld die continu verandert. Ook de Brabantse samenleving verandert. Er wonen steeds meer mensen in Brabant. Met z'n allen werken, recreëren, reizen, produceren en consumeren we volop. Dit alles vraagt om ruimte. En deze ruimte is schaars. We staan in Brabant voor grote uitdagingen. Van voldoende en passende woningen voor alle Brabanders, natuurherstel en ontwikkeling, goede bereikbaarheid, het opwekken van energie, tot de duurzamere productie van goederen en voedsel. Daarbij willen we ook dat onze leefomgeving een goede kwaliteit heeft, zodat het aantrekkelijk wonen en werken blijft in Brabant. Deze uitdagingen kunnen we niet als aparte vraagstukken oplossen. Dan komen we ruimte tekort. Ook kan een oplossing voor het een een probleem opleveren voor het ander. Zo kan het bouwen van woningen ten koste gaan van kostbare natuur. Maar er zijn ook kansen om vraagstukken met elkaar te verbinden. Bijvoorbeeld door leegstaande winkels een nieuwe invulling te geven en ze te veranderen in woningen. Wanneer we samen anders naar vraagstukken kijken, kunnen we passende oplossingen bedenken en de puzzelstukjes op de juiste plek leggen. Hoe gaan we dit doen? Brabant bestaat uit verschillende gebieden. Er is geen standaard oplossing die overal past. Daarom is maatwerk nodig. Samen met gemeenten, waterschappen, organisaties, regio's en gebruikers kijken we wat nodig is in een gebied. Het beleidskader Leefomgeving helpt daarbij, maar maakt geen keuzes over de inrichting van een gebied. Het beleidskader ontwikkelt hulpmiddelen om de kracht en het unieke karakter van elk gebied te benutten en te versterken, zodat we keuzes op maat maken. Een belangrijk vraagstuk is de ontwikkeling van onze steden en dorpen. Hoe zorgen we voor voldoende en, bij de vraag passende, woningen? En als er nieuwe bedrijventerreinen nodig zijn, welke locaties zijn dan het meest geschikt? Welke gezamenlijke uitgangspunten vinden we bij deze vraagstukken belangrijk? Hoe werken we samen aan een nieuwe invulling voor leegstaande gebouwen en aan de verduurzaming van bestaande woningen? Samen bouwen we aan een stedelijk netwerk dat gezondheid, veiligheid en de leefomgeving van Brabanders versterkt. Vanzelfsprekend houden we daarbij rekening met andere grote uitdagingen waar Brabant voor staat, zoals vervoer, energie en klimaatverandering. Over al deze uitdagingen gaat en blijft de provincie Noord-Brabant graag in gesprek met alle betrokken partijen. Alleen samen kunnen we Brabant aantrekkelijker, beter en duurzamer maken. En alleen samen kunnen we de puzzel leggen, zodat het prettig wonen en werken is en blijft in Brabant.